Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar het nieuwe Hearthstone. We gaan dit keer met een priest deck spelen. Ik heb er alleen maar taunts en heals in gegooid, dus dat gaat fucking irritant worden voor mijn tegenstander. Als alles gaat zoals verwacht. Dus ik ben benieuwd. Dus we spelen tegen Backbuck, de Hunter. Oké, eens even kijken. Die 6 drop gaan we wegdoen. Voor de rest heb ik wel een goede hand. Deal 5 damage enemy hero. Oké. Ben ik al aan de beurt? Ik wil heel graag, Ben ik al aan de beurt? Geef mij toch een aan de beurt. Zo. En dan kill ik die. En dan drop ik ze direct die. En dan mag ik nog een kaart pakken. En dan wordt alles goed. Of hij doodt hem al gelijk. Deal 2 damage. Oké. Ja, het is best goed van hem. Anders mocht ik echt vet veel kaarten pakken. Oké, nu moet ik eigenlijk iets van, in mijn volgende kaart moet ik iets van een 4 of een 5 drop krijgen. Want dan wordt het goed. Even kijken, whenever you summon a beast, draw a card. Oké. Die doen we in ieder geval. En deze doen we. Klopt. Oké, dus nu heb ik in ieder geval al 2 taunts op het deck. Hij kan weer een arcane shot doen en dan kan hij deze killen. Oké. Oké, één moment. Doen we die. Doen we die. Mag ik een kaart pakken? Dat is goed. Destroy a minion with 3 attack or less. Plop. Wat is priest zijn toch een enorme bitch actie. Oh mijn god, dit is trouwens unranked, dit is niet ranked. Oké. Wat zal ik doen? Zal ik deze taunt droppen? Of zal ik een kaart pakken en 5 damage doen? Ja. Kut, nee dat was totaal verkeerd. Not quite what was planned. Ja, not quite what was planned. Time for killing. Right away. Dat was niet de bedoeling, want ik wilde eigenlijk die healen en toen liet ik mijn vinger al los en toen ging alles kut. Whenever a minion is healed, yeah. Ja, zie je, nu zijn ze weg. Kutzooi. Oké, ik drop mijn 5 taunt wel. Oh, en nog een taunt. Oh, wat een verrassing. Nee, laat ik dan deze en deze doen. En doe ik de volgende die. En dan is het volgens mij... Ja, hier, GG. Game's over. Oh, oké. Dat was leuk. Dat was ook echt mijn eerste potje als priest. Wat een bitch actie. Divine Spirit, dubbele minions health. Die moet ik hebben. Die ga ik gelijk in mijn deck stoppen. Wacht, dat mogen jullie zelfs nog zien. Dan, ik bedoel, het potje was zo snel. Potverdikke, my collection. Priest. Waar is hij? Deze. Oké, dan moeten we even iets weggooien. Holy smite, want het is een 2 drop. Welke doen we dan weg? Deze was wel goed. Deze is niet zo nodig. Ja. Oké, double minions health. Tenminste, dan gooi ik een creature weg voor een spel. Ik weet niet of dat zo'n goed idee was. Maar op zich, ik heb deze. En ik heb deze als beginnende creatures. Ik heb genoeg beginnende creatures. Het zou in orde moeten zijn. In ieder geval, fuck it. Laten we gewoon nog een potje doen. Want anders is het wel erg snel voorbij gegaan. Het potje duurde echt fucking 3,5 minuut of zo. Het was echt belachelijk kort. Ah, het voelde wel goed. Het voelde heel goed. Het potje duurde geen eens 3,5 minuut. Ik was ook nog aan het zoeken. Iets van 3 minuten of zo. I don't know.
Oké, okay, een priest tegen een priest. Hij is Maximus, ik ben gewoon game meneer. The light shall burn you. Ja, ik ga wel akkoord met deze hand. Alleen ik moet er wel om denken dat als ik die 1 drop doe, dat het punt is dat hij ook die Shadow Word ding kan hebben. Van destroy a creature with less of bla 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 bla. Snap je? Dus het kan zijn dat hij die nu al gebruikt, want volgens mij was het 2 mana of zo. 2 of 3. Ja, hier, 2. Dat zat eraan te komen, maar dan kan hij ze direct met taunt niet killen als het goed is. Als het goed is. En dan gebruik ik in beurt 3, gebruik ik mijn coin en dan dat. Ja. Oké, het plan is goed. Alleen of het uiteindelijk goed zal uitpakken is natuurlijk een tweede. Nou, als ik deze drop, dan moet ik natuurlijk hopen dat hij niet een hoe heet het heeft. Nog een Shadow Word Pain, want dan ga ik echt in een hoekje zitten huilen. Oké, okay, en de volgende beurt kan ik dan deze en deze droppen. En dan kan ik die killen. Ik ben bang voor die Shadow Word Pain, want gegarandeerd dat hij de 2 heeft. Gegarandeerd. Maar hij heeft er nu 1, dus de kans is dat die andere nog in zijn deck zit. Kom op, muntje. Ja, eruit. Double minions health. Ja. Which is equal to his health. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Dat wat hij deed was best goed. Dat wat hij deed was heel goed. Dat wat hij deed, deed heel zeer. Dat doen we niet graag weer. Oké, okay, ik kan hem increase, maar gegarandeerd dat hij hem sowieso al zou killen. Dus... ik weet niet, ik moet de beurt hier doorslaan. Ik heb geen 4 of 5 drop en dat is fucking irritant. Ja, hij gaat hem nu traden. Hij gaat hem healen en traden. Hij staat in zo'n veel betere positie dan ik. Hij had die kaart in het begin al. Deal 2 damage. Het gaat niet goed komen. Alhoewel, ik weet niet helemaal hoe ik dit moet oplossen. Ik kan deze droppen, maar hij hield hem weer en dan treedt hij hem ook weer. Dus wat ik kan doen is dit. En dit. Dat is best oké. Oké, dan doen we dit. Dat als hij hem wil traden, dan, you know, ik weet niet. Hij moet nu gewoon 1 om 1 traden. Al hield hij hem en dan treedt hij hem, dan heeft het geen zin. Of hij heeft nog een kaart achter de rug. Nee, mag die aanblijven? I am not a morning person. Oh, dat is inderdaad een goeie voor dat deck. Oké, okay, hij negeert mijn character compleet. Oké, okay, dat was niet leuk. Oké, okay, laten we het. Ja, ik weet hoe ik het ga doen. Eens even kijken. En dan deze. En dan zo. Ja. En dan even kijken, kunnen we die plus 3 health, kan ik daarop doen? Tenzij hij helemaal gewoon fucking killed. Oké, dat is kut. Dat is uitermate vervelend. Dus nu krijg ik weer 4 damage. Ja, die healt hij gewoon. Oh mijn god, dat is een hele goede combinatie en ik kan het niet killen. En dat is heel vervelend, want ik heb zelf geen Shadow Word Pain in mijn hand. Oké, okay. Taunt, heal, op mezelf. Nou, als hij hier een kaart tegen heeft, dan stop ik gewoon met het spel, want het, dan wordt het belachelijk. Come on, wat heb je in je hand? Come on, wat heb je in je hand? Fucking bullshit.
Gelukkig kan hij niet gelijk aanvallen. En heb ik nog... Kijk, hij heeft zoveel kaarten dan ik in mijn hand. En het komt werkelijk waar alleen door die. En doordat ik hem in het begin dropte en hij hem gelijk killde, dat was mijn fout. Misschien dat ik hem niet gelijk moet droppen. Een regenboog. Ja, wat ga je nu doen? Gaat hij werkelijk waar alles te tegentreden? Of niet? Ik weet niet of dat zo'n goed idee is van hem. Nee, blijf aan. Het is warm. Dat is echt een hele goede combinatie. Dat vind ik een hele... Daar kan je heel veel kleine creatures elke keer mee killen, zoals dit. Oké, ik ben nu in de beurt. Oké. Dat is kut dat ik die nu nog niet kan droppen, maar... Farewell. Zo dan maar. Dus hij moet nu 1, 2, 3 creatures op het moment treden om die te kunnen killen. Oké, mind control. Wat een bullshit kaart. Oké, het spel is zo'n beetje voorbij. Oh mijn god. Ik weet niet wat ik er tegen moet doen. Hij gaat maar... Oh mijn god. Oké, whenever a minion is healed. Oké, dus die. Geef we die. En dan die, die. En dan die, die. En dan die, die. Pak een kaart, snel. Ik heb je nodig. En een taunt. Oh, heerlijk. Heerlijk, dat had ik echt nodig. Dat had ik echt nodig, die taunt. Oké, dus nu heb ik een 7-3 op mijn veld staan. 2 creatures. Hij kan die 2 imps op mijn taunt gooien en dan kan hij die 5 tegen mijn weighted gooien. Maar nee, is hij zijn 5 kwijt, dan heeft hij nog eentje over. En dan heb ik een 3-3, een 1-3 en een 2-1 op mijn veld. Oh, ik ben nog aan de beurt, sorry. Whoops. My apologies. Dat was mijn fout. Ik was nog aan het denken. Tenzij hij gewoon 3 creatures tegen mijn weighted aan... Of nee, dat kan niet. Hij moet de taunt eerst killen. Oh, dat doet hij op die manier? Oké. Oh, nou heeft hij... Wat? Ik begrijp niet wat hier gaande is. Wat heeft hij? Holy Nova, ja. Die kaart heb ik inderdaad niet. Het is vervelend. Dat is inderdaad heel vervelend. Zijn deck is veel beter dan de mijne. Hier, zijn hand is gewoon te vol. Zoveel kaarten heeft hij gewoon. Belachelijk. Give a minion. Kan hij daarmee nog aanvallen? Zeg maar, ik heb deze kaart op zich ook wel, maar ik heb er eentje van. Dus eigenlijk moet ik daar nog eentje maken. Ja, hij wombo comboed me. Well played. Ik heb nog wel een taunt, maar... You know. 3 attack or less. Die. Die fucking Shadowward Pain kwam veel te fucking laat. En ik heb er gewoon 2 in mijn deck zitten. Maar ik had gewoon early game, had ik geen 1. En daardoor heeft hij zoveel kaarten kunnen pakken. Oh mijn god, dan heeft hij ook nog Ysera. Ja, zie je? Deze gast heeft nou een deck die zoveel beter is dan de mijne. Ik concede voordat hij kan aanvallen. Oké, kut, dat werkt niet. Oké, het heeft een beetje te maken met betere kaarten hebben dan ik. Ik dacht in het begin, oké, het heeft gewoon te maken met skills en shit. En hoe je je kaarten op dat moment gebruikt. Nee, het heeft ook gewoon te maken met hij heeft veel betere kaarten dan ik. Dus dat was vervelend. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Kan je dat belonen met een duim omhoog? En dan zie ik jullie de volgende keer wel weer bij een nieuwe video. Tot ziens!